Dit is Studio Transitie, het kijk- en informatieprogramma voor heel Zoeterwoude. Wij informeren u over de actuele ontwikkelingen op het gebied van groene initiatieven in de regio, verduurzaming en de energietransitie van uw huis en wijk. Voor het groene hart houdt Studio Transitie de vinger aan de pols. Welkom bij deze nieuwe uitzending. We zijn weer op een wonderlijke plek terechtgekomen voor onze uitzendingen. Waar zijn we en wie ben jij? Ja. Goedemorgen, ik ben Emiel Frans en ik ben site manager van Renouri Zoeterwoude. Dus je bent hier op de locatie van Renouri Zoeterwoude waar we afvalstromen op en overslaan. En ook nog een hal hebben waar we papierstromen en bewerken tot mooie balen voor de recycling. Nu hoor ik vaak zeggen dat er eigenlijk geen afval meer is. Jullie splitsen hier veel, maar is er nog wel afval? Nou, helemaal geen afval. Ik denk niet dat dat helemaal klopt. Maar het streven om daar naartoe te werken, dat is wel degelijk iets waar we iedere dag hard mee bezig zijn. Ja, nou ja, ik ben echt onder de indruk ervan. Is het nou zo dat je met afval ook geld kunt verdienen? Ja, een bedrijf, een commercieel bedrijf. We zijn ook een beursgenoteerd bedrijf. En ja, eigenlijk met onze bedrijfsslogan dat we zoveel mogelijk waste to product willen omvormen. Ja, daar proberen wij toch een verdienmodel omheen te creëren. Nu zijn we hier te gast bij jullie op het industrieterrein Grote Polder in Zoeterwoude. Is er nog meer contact met Zoeterwoude? Betekenen jullie nog meer voor elkaar? Met de gemeente Zoeterwoude hebben we sowieso een goede verstandhouding. Omdat we uiteindelijk ook onderdeel zijn van de gemeente Zoeterwoude. Ja. En daarnaast zijn we ook zakelijk zijn er wat raakvlakken met elkaar. Zo ontvangen wij papierstromen van de gemeente Zoeterwoude, het grofhuishoudelijk afval. Ook het groene afval, dat zijn belangrijke stromen die wij voor de gemeente verwerken. Dus als ik mijn tuinafval naar de gemeente Zoeterwoude breng, dan komt het hier in deze loods? Ja, dat kan of in deze loods terechtkomen of we gaan het logistiek op een dusdanige manier inrichten dat het gelijk op een compostering bijvoorbeeld terechtkomt. Nu kan ik me voorstellen, dat ik zie van alles, hè, hout, puin, plastic. Maar wat is nou het allerraarste wat jullie ooit hebben aangetroffen in het afval? Lastige vraag. We komen natuurlijk af en toe best wel wat pikants tegen. Ja. Maar wat soms ook wel eens leuk is, op het moment als er was een decorbouwer hier wat materialen aflevert, dan wil het nog wel eens een mooie plekje krijgen, zeg maar. Ja, 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 ja. Maar het allergekste is misschien toch wel, dat was eigenlijk nog op de oude locatie, dat we een keertje was een machinist die was bezig met een grote afvalberg uit te sorteren. En in één keer klapt er een grote boot open en daarin zaten ook nog eens poppen. En dan bleek het een reddingssloep te zijn, die in één keer openklapte. Ja, dat was natuurlijk enorm schrikken geblazen. Nu gaat Renewy mee met zijn tijd. En wat betekent dat voor jullie? Hoe zien jullie de toekomst binnen nu en 10 jaar? Welke aanpassingen of welke targets hebben jullie nog? We hebben voor onszelf ook een missie in het leven geroepen. Wij willen eigenlijk naar een punt toe komen dat we dan minimaal 75% van het materiaal wat we inzamelen, dat we dat ook weer kunnen aanbieden voor recycling of voor hergebruik. En nu zitten we als groep zijn rond de 66%. Ja. En nu waren we net in hal 2, een stukje verderop. Dit is een andere hal. En wat doen jullie in deze hal? Deze hal, dat is hal 1. Daar bewerken wij kartonstromen, papierstromen en ook kunststoffen. En met name kunststoffolies. Als ik dus in Zoeterwoude mijn krantje inlever, dan komt hij op deze band terecht? Ja, dat klopt. En wat wordt ermee gedaan met het papier? Want ik zie daar de band op gaan. En dan? Nou, wat wij in principe doen is, we krijgen een diversiteit aan kwaliteit binnen. En ik zal de eenvoudige variant vertellen. En wij zorgen ervoor dat we een bepaalde mix maken en dat noemen wij 90-10. Het gaat hier naar boven toe en dan valt het beneden de balenpers in. We persen het karton wat erin valt naar beneden. En daarnaast heb je ook nog een soort room, noemen wij dat. Die duwt het karton op. En op het moment dat hij een dusdanige druk opbouwt, dan merkt hij van, hé, ik heb genoeg om een baal te maken. En dan bindt hij hem af met ijzerdraden. En dan uit de achterkant krijg je mooie balen. De balen die zijn geschikt voor kartonproducerende industrie. Mm-hmm. Dus dat gaat rechtstreeks ook naar kartonfabrieken. En dat kan over de hele wereld zijn. Zowel hier in Nederland als bijvoorbeeld naar Azië, Turkije of India toe. Dus mijn ga groen krantje ligt strakjes ergens in Turkije nieuw papier te worden? Dat kan, maar het kan ook hier in Nederland. Okay. Nou, dankjewel voor de uitleg. En ik blijf nog even kijken, want ik vind het gaaf.
Ja, we zijn nu net zijn we terug van wat spullen ophalen. Die ben ik nu eventjes aan het uitladen. En die gaan naar binnen toe, zodat ze daar gesorteerd worden en geprijsd. En dan gaan ze weer de verkoop in. En sommige spullen zijn heel snel weg. Andere dingen blijven weer even langer. Maar we proberen het mooie ervan te maken. Je bent hier in het Graalhuis. Het Graalhuis, de kringloop, wordt het goede doel. Waar de artikelen weer een nieuw leven krijgen. En de opbrengst die we hebben, die gaat naar goede doelen. Kleine projecten in de derde wereldlanden. En het mooie van het Graalhuis is dat we dus allemaal met vrijwilligers werken. We hebben nu al een dertigtal vrijwilligers die per tourbeurt werken hier. Dus aanwezig zijn, leuk doen. En het leuke is ook dat er ook wel een stuk of 7 zijn die vanaf het begin al bij het Graalhuis zijn. En het Graalhuis bestaat al sinds 1991. Dus dat is heel mooi dat de vrijwilligers zo lang blijven. Natuurlijk houden we ook spullen over. Want helaas, alles wat er gebracht wordt, ook al controleer je het hartstikke goed en vraag je aan de mensen van, goh, het zijn toch wel hele spullen. Hij doet het toch nog. Vaak is het ook nog kapot. Dus ja, dan krijgt het weer een ander leven. Dan gaat het naar de vuil, de milieustraat. Het meest gekke wat we gekregen hebben is een jas die er eigenlijk niet uitzag, maar met scheuren erin. Er zaten in de zakken zaten 3 vuile zakdoeken. En toen ze dat eruit haalden, kwam er ook nog een briefje van 100 uit. En dat vonden we eigenlijk heel ludiek, heel leuk. Goede doelen die we steunen, dat zijn kleinschalige projecten. Kleinschalige projecten van mensen hier uit ons eigen dorp, meest uit ons eigen dorp. Maar ook bijvoorbeeld uit Stompwijk en ook wel uit de omgeving. Er is bijvoorbeeld iemand uit Hazerswoude die in Ghana een project heeft voor onderwijs. Wat ook leuk is, die man die stuurde een nieuwsbrief. Daar stond dus in dat hij met de kerstmis voor een 70 mensen een kerstmaaltijd gemaakt heeft. Nou, ook dat hebben we dus gesponsord. Dat is leuk, dat zijn leuke dingen. Waar zijn we hier en wie ben je? Ik ben Bente en we zijn vandaag op de afvalbrengstation van de gemeente Zoeterwoude. Hier brengen de bewoners al hun afval, zodat wij het weer kunnen verwerken. En aan wat voor soorten afval denk ik? Hout, oude fietsen, matrassen, frituurolie. Plastic, papier? Plastic, papier, ook deels. Kunnen ze ook deels in de wijken kwijt, maar het kan ook hierheen gebracht worden. We zijn op de plek aangekomen waar het afval echt ligt nu, hè? Ja, hier ligt grof afval. Ja? Vooral metaal, grof huisvuil en dus wat hout. Ja? Metaal wordt omgesmolten waardoor we weer nieuw metaal krijgen. En hout en grof afval wordt eigenlijk doorzocht en daarna verbrand en wordt ook weer energie van gemaakt. De bakken GFT die thuis worden opgehaald, wat gebeurt er met de inhoud daarvan? Die worden eerst vergist, ja? Dan wordt er biogas van gemaakt en daarna kunnen we het gebruiken om de tuin weer te composteren. En papier leveren we onder andere daarin. Ja. Wat doen we hier met papier? Papier wordt voor pulp gemaakt. Daarna worden er nieuwe vezels van gemaakt. En kan het tot 20 keer opnieuw gerecycled worden tot nieuw papier. Dus nieuw papier kun je 20 keer recyclen totdat het echt niks meer doet? Ja, zeker. Eigenlijk kun je hier wel alles inleveren. Alleen het kleine chemische afval dat wordt opgehaald door de chemowagen. Die een aantal keer per maand in het dorp en in Rijndijk staat. Ja. En de restafval, dat moet in de ondergrondse containers die verspreid staan door het hele dorp. Maar het is wel goed om dat restafval nog heel goed uit te pluizen op wat je echt helemaal niet meer in kunt leveren. Zeker. Ja. We betalen in Zoeterwoude natuurlijk per afvalzakje. Ja. Dus dan is het goed om zo weinig mogelijk restafval te hebben. We hebben er nog een kundige bij gehaald. Wie ben je? Jetse Oosterwaan. Ik help gemeenten en afvalbedrijven bij het halen van hun duurzaamheidsambities. En wat zijn die duurzaamheidsambities? Nou, er is vanuit het Rijk een vangdoelstelling. Dat gaat over restafval. Dat er maar per persoon 100 kilo restafval mag worden ingezameld. Ja? En de gemeente Zoeterwoude zit nu op 94 kilo restafval. Dus wij halen als een van de weinige gemeenten die doelstelling. De gemeente Zoeterwoude zit echt in de top 10% van Nederlandse gemeenten. Dus eigenlijk is de boodschap zo min mogelijk restafval? Ja, dat klopt. Je moet eigenlijk alle grondstoffen apart houden. Grondstoffen die kunnen weer worden gerecycled en worden weer nieuwe grondstoffen van gemaakt.
En het beetje restafval wat dan overblijft, dat wordt wel verbrand, maar er wordt altijd nog energie van gemaakt. Ja. En we proberen ook de warmte daarvan terug te winnen. Hey, dankjewel voor je uitleg. Geen dank. Hey Pepe, kom op nou man joh. Leg het boek nou eens weg. Kijk eens even om je heen, hoe mooi het hier is. Ja, Pieter, niet zo zeuren. Er is alleen maar water en je weet dat in één keer graag lees. Hey Pepe, kijk nou eens joh. Er ligt daar een statiegeldfles in het water. Dat is een vermogen waard. Hoi, moet je nou kijken. Dat is een oudje. Hier, in 2023 15 cent. En nu in 2035 22 euro. Hé hey Pieter, weet je wat erop staat? Nou, zeg het maar. Zoetewouds polderwater. Ja, dat hebben we in die tijd veel gedronken. Dat is grappig. Hé hey Pepe, kijk nou eens joh. Er ligt er nog wat in het water. Een groot blik. Kom, we varen er naartoe. Kijk eens aan, bruine bonen. Pieter, dat blik, als we nu terug zijn, verkopen we dat. En dan kunnen we er een maand van eten. Bruine bonen uit de Zoetewoudse tuinen van Oud-Raadwijk. Eerlijke bonen van Zoetewoudse bodem. Volgens mij is dat uit 2001. Dat is lang geleden. 2001. Wat een superdag, Pepe. Zo zie je maar, afval bestaat niet meer. Ik ben Yvonne van de Geest van De Meester Café en Zalen hier in Zoeterwoude. En we zijn vandaag bij ons in het café omdat ik iets ga vertellen over de manier waarop wij in ons bedrijf afval scheiden. Als horecabedrijf scheiden wij ons afval tegenwoordig al behoorlijk. Wij scheiden papier en karton, glas, metalen, tegenwoordig natuurlijk ook de conserveblikjes en de plastic flesjes waar statiegeld op zit. En het overige afval. Het overige afval komt in een grote container die door een bedrijf wordt geledigd iedere week. Verder scheiden we ook nog wat materiaal uit ons afvalwater. Dat zijn we verplicht om te doen als horecabedrijf. De afvoer van de keuken gaat via een vetvangput waar het water wordt gescheiden van de vetresten die daarin zitten. En overige vetresten als frituur, olie en bakolie, die worden in een ton bewaard en die worden opgehaald door een bedrijf die dat weer gebruikt om er biobrandstof van te maken. Vroeger was het zo dat al het afval in één bak werd gegooid hier. Het enige wat apart werd gehouden was het papier en karton. Dat werd verbrand. We hadden een brandton op de parkeerplaats en als klein kind mochten we daarbij helpen om dat te verbranden. En de etensresten gingen soms nog wel eens naar boeren die varkens hielden die het gebruikt als varkensvoer. Nou, nu is het zo dat naast de dingen die we dus scheiden, glas, papier, blik, metaal, plastic flesjes en conserveblikjes, dat alles wat dan overblijft in de grote zak gaat en dat gaat de container in. Daarbij worden de etensresten bij Renewi dan weer gerecycled. En het is ons plan om dat in de toekomst zelf apart te gaan houden, zodat dat ook niet meer bij het restafval terechtkomt. De etensresten, wat als horecabedrijf een groot onderdeel is van onze afval, die komen nu in de algemene zak, de restafvalzak. En op die manier bij Renewi terecht. Het is ons plan om in de toekomst te zorgen dat die etensresten apart ook worden gehouden en gescheiden. Dus. Zonder dat we er erg in hebben, blijkt dat we hier bij De Meester al heel veel aan afvalscheiding doen. We hadden niet gedacht dat dat zo was, maar als we erover nadenken, is dat wel zo. En we zijn er ons eigenlijk niet eens bewust van. Op het moment dat we ons daar wel bewust van worden, kan het alleen maar beter worden. Dus daar ligt de uitdaging voor de komende periode. Ik ben Kitty van Leeuwen. Vanuit Samengezond Zoeterwoude ben ik samen met Connie de zwerfafvalopruimactie gestart. En dit doen we mede met alle inwoners van Zoeterwoude. We gaan in september 2023 voor de 8e keer zwerfafvaldag organiseren. En hier achter ons zien we een aantal mensen die zwerfafval prikken. Wij halen vooral heel veel verschillende soorten afval op, veel plastic,
maar ook veel sigaretten. Eigenlijk ook hele gekke dingen. We hebben wel eens een tv opgeruimd, een accu opgeruimd, de grote dingen, kleine dingen. En gemiddeld halen we zo'n 65 tot 70 vuilniszakken vuil op in heel Zoeterwoude. Dus het dorp, Rijndijk en de buitengebieden. De gemeente die stelt zijn wagen beschikbaar, die haalt alle zakken op en dat mogen we dan inleveren op de gemeentewerf. Goed begin bij jezelf, dus hou de afval bij je en breng het zelf ook naar de vuilnisbak. Wij zijn het ooit gestart in de coronatijd. Zingeving, meedoen, sociaal bezig zijn, gezelligheid, met elkaar samen prikken. Dat zorgt voor een heel veel gezondheid in Zoeterwoude. Dus heb je meer informatie, wil je wat bekijken, kijk op de activiteiten van Samen Gezond Zoeterwoude. Welkom bij de actuele graadmeter. Hier krijgt u actuele informatie over de voortgang en snelheid van de energietransitie binnen de gemeente Zoeterwoude. Een tegenvaller in Zoeterwoude. Na 6 jaar heeft het huidige gemeentebestuur van CDA en VVD besloten dat de geplande windmolens langs de N11 A4 niet doorgaan. Een groot bedrijf investeert als toonaangevende waterpompfabrikant 700 miljoen in de productie van warmtepompen. Deze investeringen en inspanningen zijn hard nodig gezien de grote vraag naar warmtepompen in Europa. Zaterdag 18 maart was het zwerfafvaldag. De opruimactie in Zoeterwoude werd georganiseerd door Samen Gezond Zoeterwoude. In totaal zijn er 56 zakken vuil opgehaald. Ook wethouder Paardenkoper, portefeuillehouder afval, prikte mee. Nog niet al ons afval is te recyclen. Maar gelukkig heeft ook dit afval nog een functie. Door het te verbranden wekken we warmte en energie op. De AVR bij Rozenburg verbrandt onze restafval en produceert warmte om huizen te verwarmen en stoom om elektriciteit op te wekken. Heel leuk om te weten, je kunt verloren tijd niet meer recyclen. In de natuur bestaat geen afval. Opruimen kost minder tijd dan zoeken. Als de vervuiling van de zee zo doorgaat, komen de vissen aan land. Als de plastic soep in zee blijft groeien, wordt de verse vis straks al verpakt gevangen. Als je nieuwe spullen moet kopen om je bestaande spullen in op te ruimen, heb je misschien te veel spullen. Tijd vermorsen. De enige verspilling die geen afval achterlaat. Alleen teleurstelling. Kijk de volgende keer weer voor de meest actuele cijfers over de energietransitie in Zoeterwoude en Nederland. Dit is alweer het einde van deze uitzending van Zoeterwoude Duurzaam en Groen. Wij hopen dat u met veel plezier heeft gekeken en wat wijzer bent geworden over de mogelijkheden en ontwikkelingen met betrekking tot uw eigen groene energievoorziening en leefomgeving. Graag zien wij u terug bij onze volgende uitzending van Zoeterwoude Duurzaam en Groen.